Ja, wat had je besteld? Een hamburger! Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben net terug van de Oriental en heb wat leuke dingetjes gehaald. Wat lekkere dingetjes qua om te eten, waaronder chocolate popcorn, SpongeBob, sweet potato chips, vitamine water, kokoschit. Oké, laten we gaan beginnen, want anders wordt deze video mega lang en daar heb ik geen zin in. Trouwens, al deze producten die jullie in deze video laten zien zijn niet gesponsord. Ik heb alles maar al zelf moeten betalen. Maar dat vind ik niet erg. Dus, laten we beginnen. Dan heb ik de nieuwe Hawaiian Punch Cotton Candy. En de verpakking ziet er zo ontzettend cute uit. Liliana staat Fruit Juicy Red. Laten we hem openmaken. Dit is wel echt een pil. Dit lijkt in het hersenen. Dit lijkt in het hersenen. Kijk, ik ga eten. En zo ziet de binnenkant eruit. Lekker chemisch roze. Hersenen. No go. Dan het volgende. Ik ben een uber super fan van SpongeBob. En toen ik deze zag liggen, kon ik ze zeker niet laten liggen. Ik heb ze per ongeluk al eerder opengemaakt, omdat ze waren geknapt in mijn tas. Maar het heet trouwens de Gummy Grubby Patties Candy. En zo ziet de verpakking eruit. Super cute. Dan gaan we hem nu openmaken. En het doet me denken aan die Haribo hamburgers. En al die verpakkingen zitten zo moeilijk. Hoe cute is dit? Oké. Ja, wat had je besteld? Een hamburger! Dit is super hard. Dan gaan we over op een drankje. Fernandez kennen jullie allemaal wel. Maar ik zag dus deze, de Pink Melon. Zo ziet hij eruit. Een beetje een soort van oranje slash roze verpakking. Super lekker. En hier zit ook nog eens een keer 30% less sugar in. Nu gaan we hem openen. De kleur is volgens mij roze. Natuurlijk, Jamie, ik kan echt niet drinken. De substantie is roze, dus we gaan nu lekker drinken. Het smaakt helemaal niet naar meloen. Van het merk Oshi heb ik popcorn gehaald. In de smaken chocola en in de smaak karamel. We gaan ze lekker proeven. Welke denk je dat er het lekkerste is? Is dat chocolate of is dat karamel? Nee. Zo ziet ze er dus uit. Wow, zo ziet ze er dus uit. Oké, dan gaan we die proeven. Lekker. Voor een feestje. De karamel variant. En ook deze ga ik nu heel subtiel openknippen. Ah! Oh, hier komt de geur vanaf, Quinty. Ruik. Zo ziet het er dus uit. Ik ga nu eten. Nee. Naar mijn geest. Wat me wel op zich lekker leek, dat is de sweet potato chips van het merk. Dit merk. Ik ken het niet. Van dit merk. Zo ziet de verpakking eruit. Ik vond hem vooral heel cute. Met een meisje op de voorpagina. En voor wie het niet wist, sweet potato chips is zoete aardappel. Deze ga ik proberen subtiel open te knippen.
ziet de substantie eruit, jongen. Alles wat ik nu heb gekocht vind ik gewoon niet lekker. Echt geldverspilling. Heb ik van het merk Oshi vitaminewater. En ik ben dol op vitaminewater van het merk Sorshi Water. En deze vond ik er leuk uitzien. Blauw fles. En ik ga wat proeven in de smaak citroen. Oh. Niet lekker. Oké, ik ga even de deur open doen, want de pakket is massa voor de deur. Als volgende heb ik de Coco Crisps. En deze leek me echt lekker, want ik ben dol op kokos. Echtjes op. Dus, let's eat. Die is wel lekker, denk ik. Ja, die is wel lekker. Dan als laatste heb ik van het merk Maza de bananenmelk. Bananensap gekocht. Ik heb deze al een keer eerder op, dus ik weet hoe die proeft. Maar ik wil hem gewoon nog een keer proeven, omdat ik hem al best wel een tijdje niet op heb. En ik misschien van smaak ben veranderd. Dus deze ga ik lekker eventjes drinken voor jullie. Open. Lekker hoor, lekker hoor. Dus, deze. Dan ga ik afronden. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk, doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet me zeker niet te volgen op Twitter, Instagram en Snapchat. Allemaal in de beschrijving. En dan ben jij eerst van de hoogte. Wow. Dan ben jij eerst op de hoogte van mijn nieuwe update, van mijn video's. Wanneer ik een video plaats, Snapchat, Q&A's, whatsoever. Dan bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie in de volgende video weer. Tot de volgende video. Doei doei!